De verbinding tussen de Nieuwe Waterweg en het havencomplex Europoort op het eiland Rozenburg is met enige feestelijkheid tot stand gebracht, in tegenwoordigheid van onder andere de burgemeester van Rotterdam. Voor het doorgraven van de scheidingsdam was de kutterzuiger Sliedrecht 11 aangewezen, die daarbij de hulp kreeg van een aantal draglines. De Sliedrecht was hier al sedert 1 februari aan het werk om de nieuwe havens op diepte te brengen. Nu zoog de machine steeds meer zand van de scheidingsdam weg. Het duurde al met al toch een paar uur voordat de zeehaven en de nieuwe insteekhavens van Europoort met de nieuwe waterweg in verbinding kwamen. Gespannen volgde men de laatste fase van het werk. De Sliedrecht zal in de komende maanden zijn arbeid voortzetten. De toegang moet verbreed worden tot 350 meter en op een diepte van 13,65 meter worden gebracht, opdat ook de grootste schepen hier gemakkelijk zullen kunnen binnenvaren. Nauwelijks 2 jaar nadat met de eerste graafwerkzaamheden werd begonnen, is Europoort nu officieel geopend. Men verwacht dat nog voor het einde van het jaar, enkele maanden eerder dan berekend was, de eerste tankers hier hun ladingen zullen kunnen lossen.